Yo dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video. En in deze video gaan we reageren op Ronald FTDRK Agent 8008. Ja, daar gaan we dus op reageren. Maar voordat wij verder gaan, ik wil dat jij, ja inderdaad, jij degene die aan het kijken is, even een like achterlaat. Kunnen wij voor de 100 likes gaan op deze video? Dat zou super dope zijn. En heb je zoiets van, hé, ik like niet, dan ben je ervoor naar het account. Dus ik zou zeggen, laten we gelijk gaan beginnen met de video. En ik ben benieuwd wat voor clip het uiteindelijk is geworden. En vergeet even niet te abonneren op het kanaal Dally. En dan ook even naar de video te kijken van Ronald, want dat is gewoon super lit, oké? Let's go! Ik vind het wel een heel mooi hoofdkwartier hoor, echt gewoon helemaal perfect. Want ja, ik woon ook in een huis van papier, wat denk je daarvan? Zit je nou gewoon? Hallo agent 8008. 8008 is daar even niet mee bezig, want agent 008 is bezig met videokaarten, oké? Okay? Laat hem met rust. Ik heb weer een probleem. Oh, ik word zo moe van je, wat nou weer? Ja, inderdaad, ik snap Ronald, want hij is gewoon bezig met de videokaart, ja? Laat hem met rust, bitch! De speechboeker heeft me weer te pakken! Meen je dit? Waar ben je dan? Help! Speechboeker! Hij zit in de hondenkooi, heb je dat nog steeds niet gezien? Met die speedboeven. Hoor ik van nummer 2 is het niet goed. On the move zo vang ik boeven. Zo cool, kijk hoe ik mijn ding doe. Kijk, zie je, hij rijdt gewoon letterlijk auto. Echt perfect. Kijk wel hoe mooi wie dit is. Maar ik vind je echt een super goede agent, Ronald. Je bent inderdaad wel geslaagd voor agent 007. Oh nee, wacht, jij bent geen James Bond. In de wagen, moet de stuur omslaan. Doei doei, zie je later. Vroom vroom, daar gaan we. Vroom vroom, wat zeg je daar? Vroom. Vroom vroom. Vroom. Vroom vroom. Ja, inderdaad. Vroom. Vroom, want je auto doet inderdaad vroom vroom, ja. Onderweg naar de gek die de wereld wil opblazen. Hahaha, 8008, dit keer ben ik jou te slim af. Dit is een verhaal en ik weet dat hij erin trapt. Oh god, het zijn inderdaad van die professormannetjes. Die zitten gewoon lekker te experimenteren. Maar laat Ronald voortaan eventjes zijn moederbordje uit elkaar halen en videokaart inpluggen. Ik denk dat hij daar al iets beter is dan agent 008. Hij weet niks van mijn masterplan. Ik heb de wereld in mijn hand. Ik ga aan de gang en maak iedereen bang. Ik heb veel verstand. Met mijn doemmachine gaat de wereld dadelijk bang. Oh shit, deze gozer is eng. Is dat niet die gozer van verdomde buurman? Ik herken hem nog heel goed. Je prachtgozer dit. Nee, maar verdomde buurman was ook wel let. Of ja, verdomde schuurman. Ik weet niet hoe ik moet zien. Die verdomde schuurman. Die verdomde schuurman. Die verdomde schuurman. Die verdomde Katja Schuurman. Hij heeft een plan, maar vergeet deze band. Er is niets aan de hand, want ik weet dat hij bluft. Hij heeft het vaak geprobeerd, maar nooit van geleerd. Nee, hem is nog nooit wat gelukt. Hij heeft een machine, die gaan we vernielen. Zo zie- Holy moly, hij zit daar gewoon helemaal perfect. Verstopt gewoon, kijk wanneer hij naartoe aan het kruipen is. Naar de key to succes. Een kinker. Hier maar weer, die maken we stuk. Wat had je gedacht, precies wat verwacht. Meneer gaat dus weer op de vlucht. Ik ben agent 8008. Ik moet wel even leren zingen voordat ik dit überhaupt ga doen. Maar goed, we weten in ieder geval dat Ronald dus agent 8008 is. Ja. 00. Wat? Ik ga aanvallen in 3, 2, 1. Oké, okay, nou, 3, 2, 1. Wat gebeurt er? Krijgen we een dikke vette beat drop? Of gaat hij aanvallen? Of schiet hij hem neer? Ik weet het niet. We gaan het wel zien. Go! Het zou bijna een carnavalsnummer kunnen zijn. Tenminste, als je de beat aan het luisteren bent, ja, dan wel een beetje. Maar het is het niet, dat weet ik zelf ook wel. Maar gewoon puur door die beat heb ik al een klein beetje het idee. Ik ben benieuwd of ze deze op carnaval gaan draaien, maar dat denk ik dan weer niet. Speedboeven is door en door slecht. Bovendien is hij helemaal gek. Wat is de bedoeling? Ik doe niet zo moeilijk, ik kom binnen met een tank. 8008, bedankt dat je me redt. Kijk, 8008, oh schattig. Kijk, hij is hartstikke blij dat 8008 eraan komt. 8008? Wat? Het is 8008. 8008, het was maar een prank. 8008, dat is wie ik ben. 8008, ik ben de man. Ik kijk links en ik kijk rechts. Overal chaos, iedereen rent weg. Vind je het gek? Het is fucking gevaarlijk als je dan als 8008 aankomt. Man in pak, maar wel met een wapen aan de hand. Hij hoort er wel bij. Een kinker. Ik ben agent 8008. Oh shit, agent hij komt eraan 8008. Hoor. 8008. Hij zit er gewoon even lekker met zijn wapen te zwaaien van, nee, is niks aan de hand. Hey, ik ben gewoon aan het zwaaien met mijn pistool. Leuk, hè? Dan zit hij van, oh shit, ga niet schieten, ga niet schieten. Ja, Ronald, die gaat alleen maar stuk. Duh. Agent 8008. Ontwijk de lasers in 3, 2, 1. Maar je had hem al lang ontweken. Maar oké, okay, je telt af en dan pas moet je ontwijken, terwijl je al bij de derde, op nummer 2 al bij ontweken. Go! Ook wel echt aan geluid. Holy moly, die Wilbo zit helemaal onder de blauwe plek en onder het bloed. Hoe zou dat nou komen? Komt het nou echt door die ene achterlijk die ook meedeed aan verdomde buurman? I don't know.
Oké, mooie glitch effecten. Is dat hem? Oh, wow. Wat is hier? Oké, ik zeg je eerlijk, dit is wel vet gemaakt. Ik vind deze video sowieso best wel vet geëdit. Ja, Ronald is natuurlijk een professional editor. Zijn edits zijn altijd gewoon dik on point. Dus ja, ik kan er niks over klagen. Hé, wat is dit? Oh, het is gewoon letterlijk vastgebonden aan de VR, of VR ding. Waarom zeg ik VR? Holy moly, wie is... Oh nee! Gevaarlijke man hier. Deze is hartstikke gevaarlijk. Terwijl die man zit te VR-gamen, komt hij er sneaky aan. Maar dames en heren, ik denk wel dat we genoeg hebben gezien van deze video. Laat even een like achter. Vergeet even niet te abonneren met het belletje aan. Laat een comment achter, want dat is ook hartstikke leuk. En ja, dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Vergeet me even niet te volgen op social media. En dan zie ik jou bij een nieuwe video weer. Later mensen.